Lichtbreking 3.1 HAVO VWO. Nou, hier hebben we een lichtkastje met één lichtstraal en wat opvalt is hij verandert van richting. En hier nog eens. Hier kaatst hij terug volgens de spiegelwet. We gaan dat eens onderzoeken in deze paragraaf hoe dat precies zit. Hier zien potlood, een bekertje water. Nou, het licht valt op het potlood, kaatst naar je oog. Maar het gaat door verschillende stoffen. Het gaat door water en lucht. En vervolgens verandert het van richting en daardoor zie je daar een knik. Hier zie je een lichtstraal, die valt op een perspex blokje. Die invallende lichtstraal die maakt een hoek met de normaal en die heet de hoek van inval, de hoek tussen de normaal en de invallende lichtstraal. Wat opvalt, hij gaat niet rechtdoor, maar hij klapt een beetje naar de normaal toe. Hij remt als het ware af. En dan krijg je hier hoek R, dat is de brekingshoek van refractie. En als licht van lucht naar perspex gaat, dan gaat het naar een optisch dichtere stof, dan breekt het naar de normaal toe. Nou, vervolgens kun je hier weer een normaal tekenen, loodrecht erop, en dan gaat deze lichtstraal evenwijdig verder aan deze lichtstraal. Dus kijk je schuin door glas of plastic, dan is alles een stukje verschoven. Hier zie je de breking van lucht naar glas. Een lichtstraal valt op een stukje glas. Dan zit hier je hoek van inval. Leg je geodriehoek goed, zodat je die hoek meet en niet deze. Ga dan maar een keer na. En dan breekt hij naar de normaal toe. Hij remt af, dus hoek R is kleiner dan hoek I. Hier zien we een situatie waar breking van de normaal af is. Het licht kan versnellen, zeg maar. Het valt... Eigenlijk gaat het van glas naar lucht, zeg maar. En dan zie je dus dat hoek R groter is dan hoek I. Het gaat naar een optisch minder dichte stof. Dan kan het versnellen. Kijk je loodrecht op een stuk glas, door een stuk glas, dan verandert het licht niet van richting. Hier zie je het verband tussen hoek I en hoek R. Als hoek I groter wordt, dan wordt hoek R... in dit geval ook groter, maar wel steeds minder groter. Dus dat verband kun je onderzoeken. Hier zit hoek I en dan kun je hoek R met behulp van een proef steeds opmeten. Je kan het ook uitrekenen met de wet van Snellius, maar dat hoeft alleen bij VWO. Hier zien we weer dat het licht versnelt en dat het van glas of perspex naar de lucht gaat. En hoek R is groter dan hoek I in dit geval. Bij een lens gebeurt het volgende. Je ziet een bolle lens, die is in het midden het dikst. Nou, er valt licht op en je ziet het verandert van richting, het breekt. En lenzen zijn handig om een beeld te krijgen van een voorwerp. Dus je ziet ze veel in apparaten als beamers, fototoestellen. Een loop is ook een lens. Als daar zonlicht op valt, evenwijdig licht, komt dat bij elkaar in één punt. Dat heet een brandpunt. Hier krijgt een beestje, het is heel heet als hij loopt. De brandpuntsafstand is de afstand van het midden van de lens tot het brandpunt. En je ziet de pijltjes die geven de richting van het licht aan. Deze lijn heet de hoofdas, daar liggen de brandpunten op. Brandpunt zelf, grote letter F. Brandpuntsafstand van het midden van de lens tot het brandpunt, kleine F. En hoe sterker de lens is, hoe kleiner die brandpuntsafstand is. Eigenlijk is er een lens twee keer breking, zoals je ziet. Eén keer hier en één keer hier. Beide keren gaat het over naar een andere stof. Een quizje. Waarvan is de tekening een voorbeeld? A, B of C? Nou, we zien dat het licht gebroken wordt, dus A. Als licht van lucht naar perspex beweegt, dan buigt het licht. Nou, het remt af, dus het moet naar de normaal toe gaan. A. Wat gebeurt er als licht loodrecht op een glasoppervlak valt?
dan buigt het niet C. Hoe heet het punt waar lichtstralen bij elkaar komen als ze door een vergrootglas bewegen? Dat is het brandpunt B. De afkorting voor het brandpunt is, het staat voor focus, het punt zelf is de grote letter F, dus B. Als de brandpuntafstand groot is, betekent het dat het één zwakke lens is B. Nou, hopelijk heb je hier veel aan gehad. Samengevat, bij lichtbreking verandert licht van richting. Gaat het van lucht naar glas, dan breekt het naar de normaal toe. Van glas naar lucht van de normaal af. Het brandpunt is de grote F, brandpuntsafstand de kleine F.